fantastische avond natuurlijk. Ja, woorden schieten tekort. Toen begon ik wel het gevoel te krijgen van hé, het kan vanavond echt gaan gebeuren. Ik heb heel lang moeten wachten op dit moment. Ik heb zo hard moeten werken om dit moment te kunnen realiseren. En, laat ik ook vooropstellen dat het zonder deze fantastische fans ook natuurlijk niet mogelijk was geweest. En ja, ik hoop dat zij er ook van hebben genoten, maar ik heb er absoluut van genoten. Het gevoel wat ik van de groep krijg is natuurlijk ook fantastisch. Dat helpt ook alleen maar, daar krijg je ook positieve energie van. En ja, maar als slagroom op de taart, het ontvangst van het publiek, ja, daar wil ik ze heel erg voor bedanken.